Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe video. We gaan de tutorial van thumbnails maken. Nou, je ziet het al, we zijn op de website Pixlr. Ik zet ook de link in de reactie. Nee, ja, in de reactie, in de beschrijving van deze video. Dus wil je nou ook gratis thumbnails maken? Het is gewoon heel simpel. Ik ga je precies uitleggen hoe het moet. Dus je gaat eerst naar pixlr.nl of .com. Maakt niet echt veel uit, je doet gewoon Pixlr. En dan doe je Launch Web App. Dus dat is gewoon via internet. En dan doe je gewoon Creëer een nieuwe afbeelding. Ik ga jullie precies uitleggen. Doe dit dan op 12, nee, 720p. Voor de rest doe je gewoon hier al een leuke thumbnail. XD. Oké, leuke beschrijving. Even kijken, kijk, dan begin je hier al. Dit is jouw thumbnail. Dan kun je zelf hier al bestand. En dan open je een afbeelding. Maar hoe je dat kan doen. Kijk, dan ga je eerst naar internet. Stel je wil een GTA thumbnail. Kijk, dan ga je hier al. Transparant, dat houdt in. Kijk, als je hem aanklikt, dan zie je hier al dat hij geen achtergrond heeft. Dat is heel vet. Dus die heb ik al gedaan. Maar ik zal er eentje voor doen. Kijk, stel we doen deze. Doe je hier afbeelding opslaan als. Die sla je dan op. En dan ga je, kijk, opslaan. Kijk, laten we beginnen met deze. Kijk, sleep je hem hierheen. Dan doe je vrije transformatie. En dan begin je hier. En dan probeer je hem ietsje groter te maken naar Michael. Kijk, en dan wordt het al iets vetter. En dan doe je nog een afbeelding openen. En dan doe je hier GTA 5. En dan doe je ook weer die laag hierheen meeslepen. En dan doe je bewerken, vrije transformatie. En dan ga je het ietsje groter maken. Kijk, we doen even de GTA laag. Doen we even hier ook. Je kan ook een laag verwijderen. Dan is hij nu weg. Maar je kan ook weer hem weer opnieuw laten joinen. En dan gaat hij er misschien wel overheen. Kijk, en dan is dit goed. En dan doe je de laag van de auto. En dan gaan we die ook even vrij transformatie. En dan gaan we zorgen dat die auto een beetje omdraait. Zo, een beetje naar beneden toe. Is wel vet zo. Ja, gaan we weer naar die laag terug. En dan gaan we bewerken. Je kan ook nog zorgen dat die bijvoorbeeld, zeg maar, dat die, ik kan hem ook 180 graden draaien, dat is dan het beeld. Maar je kan ook zorgen dat de aanpassing op dat ene plaatje ook veranderd wordt. Je kan ook tinten en verzadigheden kun je toepassen. Kijk, dan wordt GTA, wordt dat paars bijvoorbeeld. Dat is wel vet. Kijk, ik laat het dan even nu zo. Kijk, ik vind dit wel vet zo. Kijk, en lichtheid doe je zo. Dit is gewoon super vet dit. Maar we gaan even de laag vrij transformatie geven. En dan is dit de thumbnail. Dames en heren, vond je deze kleine tutorial van thumbnails maken gratis en voor niks? Dan moet je een like op deze video geven. En wie weet zie ik je in de volgende video. En laat in de reactie weten waar je nog meer een tutorial van wilt zien. En wie weet ga ik jou een tutorial van een video bewerken of wat anders. Laat het in de reactie weten. En ik zie je bij de volgende video. Houdoe.